In een recente aflevering van Op 1 ontstond er een discussie over het fenomeen waarin mannelijke tafelgenoten een menstruatiesimulatie ondergaan om te begrijpen wat vrouwen tijdens hun menstruatie ervaren. Terwijl sommigen dit als een positieve stap zien om menstruatieklachten onder de aandacht te brengen, uiten anderen hun zorgen over de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Talita Muse, de nieuwe aanwinst van SBS6, uitte haar frustratie over de simulatie in de talkshow. Ze beschouwde het als een karikatuur en benadrukte dat menstruatieklachten veel meer omvatten dan alleen fysieke pijn. Romy van Dijk, historicus en sociaal wetenschapper, sloot zich hierbij aan en bekritiseerde het idee van mannen die overdreven reageren tijdens de simulatie, terwijl vrouwen nooit een vergelijkbare kans op televisie hebben gekregen. Hoewel het doel van dergelijke simulaties is om bewustwording te creëren, blijft de vraag bestaan of deze aanpak wel de juiste manier is om dit te bereiken. Talita Muse benadrukte dat het belangrijk is om het ongemak van menstruatie in zijn volledige complexiteit te begrijpen. Thomas van Groningen, de persoon die de menstruatiesimulatie onderging in Op 1, reageerde op de kritiek. Hij benadrukte dat het idee niet van hem kwam, maar een project was van Wimme Incorporated. Zijn intentie was om te begrijpen en niet om te ridiculiseren. Ondertussen kwam ook sportcommentator Henk Spaan ter sprake, die ongelukkig reageerde op de beelden van de simulatie. Thomas van Groningen vond de term dikke meneer onnodig en gemeen.